uur en dan 3500 toeren maken. Jullie zijn er, ik ben er ook, ik ben weer in Buddingen. Ik rij in een, doe je altijd al gezien natuurlijk, Alfa Giulia Q. Dat is best een fijne. Ik heb er eerder mee gereden op Balocco, testcircuit van Alfa Romeo in Italië. En we zijn nu met zo'n ding onderweg naar de Eifel. En de Eifel, jullie weten het, hè? Dat is een prachtig gebied in Duitsland waar je fantastisch kunt rijden. En dan is dit zeg maar de component van de Mercedes C-AMG en de BMW M3. En hey, dat is toevallig, die twee auto's die staan ook in de Eifel om mij te wachten. Ik kom poetsen vanavond, het is een avondetappe in de richting van Duitsland. En gaan we mooie dingen maken morgen voor Autovisie TV. En een Autovisie TV bedoel ik met echt TV, RTL 7 binnenkort te zien. En dit is een van de items die er is. De vergelijking tussen de Giulia Q, de C-AMG en de M3. Welke moet je hebben als je, zeg maar, voldoende muntjes in de knip hebt om dit soort auto's aan te schaffen? 110.000 om en erbij. De lekkerste. Die gaan we zoeken. Dat zien jullie ook hier in dit vlog. En daar echt achter moet hij zijn, de zon. Voorlopig niet te zien, wolken, Eifel, een nat wegdek en... Tada! Een witte Q met 510 pk, een matzwarte C-AMG S met 510 pk en dan ongeveer 440 pk in de enigszins beschaafd ogende BMW M3. Heel veel vermogen, hele snelle auto's, achterwielaandrijving. En misschien hier en daar zelfs ietsje te veel auto voor deze omstandigheden. Het is net boven nul, dus er is eigenlijk geen temperatuur in die banden te krijgen. Maar we gaan ons best doen. Het is een mooi triootje wel hoor, dit. Even iets laten zien. De jongens zijn aan het kijken waar we naartoe moeten. M3, dat is de vierdeurs. M4, dat is de driedeurs. Zo doen ze dat tegenwoordig bij BMW. Het is gewoon... Meer of meer overeenkomstig. De C-AMG als vierdeurs is ten opzichte van de coupé technisch hetzelfde, maar hij heeft een hele andere afstelling van zijn achteras en is daardoor ietsje minder lomp als het ware. En dan heeft hij wel een V8 en dat heeft die niet en deze BMW ook niet. En dat is toch een voordeeltje, niet waar? Ik bedoel, er zijn niet heel veel die kunnen zeggen dat ze een 8-cilinder in het machientje hebben liggen. En dat kan wel bij die Mercedes. Voor hoe lang? Nobody knows. Maar ze zit er nog in. En bij BMW hebben ze dan, leveren ze dan veel minder vermogen dan die andere twee. En dat doen ze met in het achterhoofd dat het gaat om performance. En dat het gaat niet alleen om snelheid, natuurlijk ook snelheid, maar vooral scherpte. Scherpte in het rijden. De linkerkeuze van Gandalf staat een bakje. Gandalf staat een bakje. Dag meneer. Handig hè, portootje. Het gaat bij BMW dus om de scherpte, om de venijnigheid, om de precisie in de besturing, om het mooi afgestemde onderstel, om die briljante demping. En dat zijn allemaal zaken waarin BMW zich natuurlijk onderscheidt. En dat is iets wat ze bij Alfa niet kunnen. Nee, kunnen ze niet. Zo makkelijk kunnen we wel zijn. Ze leveren bij Alfa heel veel vermogen. Een prachtige 2.9 zescilinder met een paar turbo's, ontwikkeld door de mannen van Ferrari. Maar niet de scherpte. En datzelfde geldt eigenlijk voor. Zet hem even aan de overkant neer. Hetzelfde geldt voor die Mercedes. Even dat geluid een beetje uit. Dan kan ik het normaal uitleggen. Die Mercedes die is heel snel. Is echt heel snel. In elke situatie, in elke omstandigheid. Maar het miste me een heel klein beetje in de finesse. Zowel de besturing echt een klap beter is dan die ooit was. Zeker. Als je uit die Giulia komt, maar hey, er zijn niet heel veel auto's met een achterkant als dit, hè? Kijk eventjes, dik gewoon. Johannes? Wat? Jij als Alfa-man. Ja. En? Ja. Ik heb daar heel even gereden en jongen, het is wel opletten hoor. Het is veel, hè? Oh, en dan die banden die eronder zitten, je moet heel wakker zijn met dat ding. Dan mochten jullie denken dat alleen Erik van Vuren vaardigheden heeft met een drone. Is niet zo. Kijk eens.
Hier nog zo'n piloot. Dat daar is Patrick. En die is aan het zoeken naar zijn drone. Die kwam namelijk uit de lucht. Kijk. Ja. Tot zover de drone shots. AMG, als je niet wil, doet hij normaal. Die BMW die staat eigenlijk qua onderstel, qua besturing altijd redelijk op scherp. En dat hebben ze bij Mercedes anders gedaan. Als je erin stapt, voel je dat het performance is, dat hij een dik stuur heeft. Maar als je er daarna gaat zitten draaien, nou, dan gaat het eigenlijk wel. En kom je dan op snelheid, dan neemt eigenlijk het gevoel in die besturing toe. Je voelt beter wat hij aan het doen is. Hij is puur met zijn afgifte van de stuurassistentie. Echt heel mooi gedaan. Hoor. Nou was Mercedes in het verleden echt geen meester in het bouwen van fatsoenlijke besturing. En bij BMW wel. Maar je ziet dat dat zo langzamerhand aan het veranderen is. En nou is die hele Mercedes eigenlijk wel een soort van duaal in zijn karakter. Hij is vriendelijk als je er normaal mee doet. En als je dan alles op scherp zet. En het kan van alles op scherp. Van de versnellingsbak tot totale karakter. ESP uiteraard uit. Dempers uit. Sound. Jij kan zo achter die Alfa parkeren. Werner, jij kan nu. Zet je de boel op scherp, dan krijg je ook echt scherpte. Niet artificieel, gewoon echt. Stations gaan doen, daar ben ik wel voor. Stations beter. Zit een beetje te klagen, die Johannes. Omdat hij zijn stationcar mist. Stations, ja, daar ben ik ook wel voor. Maar eigenlijk is die jongen gewoon te groot. Het is te veel, zeg maar. Het past gewoon niet. Kijk, het pelt gewoon allemaal vlees uit die auto. Zou die ook blijven zitten als we zo'n rondje dwars gaan? Koud en nat nog steeds. Nog steeds in de Eifel. En koud en nat is niet echt optimaal met 450 tot en met 510 pk. Het levert wel een boel spektakel op. Dat zag je zojuist en dat zie je binnenkort nog veel meer. Misschien wel alles in Autovisie TV. Elke zondagavond vanaf 12 maart om 6:30 met veel spektakel. Onder andere deze auto's. En dan ga ik zo direct terug naar Nederland. En dan ook voor Autovisie TV bedoeld, een roadtrip dwars door Zweden met de meest winterse auto die je kunt bedenken. Oftewel de Volvo V90 Cross Country. En weet je wat leuk is? Wij gaan daar naartoe met z'n allen. Jullie, ik en oh ja, Erik Vervuren ook. Patrick laten we hier en Vervuren gaat mee naar Zweden.